Hallo sappige leerling, Hallo kijkers van Shiny Pride. Wow. Ik had hem nog niet eens door. Ik denk, waarom zeg je Ja, toen wist je opeens waarom ik zei. Ja, toen ineens, toen dacht ik, that's it. Ja, dat ja. Mogen we als het lopen? Ja, je mag gewoon, zodra ik intro doe, mag je beginnen. Yo, dat kom je nu mee. Nu loop ik achter. Ja. Dat is niet waar, hè. Dat is sad. Maar Sander, we hebben het er nog helemaal niet over gehad, omdat het alweer even geleden is dat we hebben opgenomen. Maar, heb jij de nieuwe Amerikaanse versie van De Mol op Netflix gekeken? Eén aflevering. Oké. En waarom niet twee afleveringen? Omdat, ik weet niet, ik moest even wennen. Ja, dat is het ook. Aflevering 1 vond ik ook een beetje zo'n reality serie, zeg maar. Ik vond ook iedereen zo overdreven. Mhm. Maar dat had jij dus ook. Ja. Yep. Oh, nee, dat wou ik niet. Nou, ik heb een Barry verneuking. Zeg eens hoi tegen Barry. Hoi Barry. Barry is toevallig de naam van degene die waar we een kleine samenwerking mee hebben in onze coole stream. Hè? Wat? Ja, dat wist je niet. Ja, jij let nooit op als ik stream. Je bent er wel, maar je let nooit op. Waar, nee. Dat is niet waar. Oh. Maar het is wel waar. Nou. Hoezo, wat is er dan? Nou, ik heb toch iets van 5 keer gezegd dat we iets van een kleine samenwerking aangaan. Oh, ja. Nou, dat... daar ging het over. Oh, ja, maar ik wist ook niet wat het was. Nee, dat klopt. Dat hoeft dus het niet. Dus ik wist ook nog niet wie. Nee, dat wist ik niet. Maar jij deed verbaasd over samenwerkingen, terwijl je dat gewoon wist. Ja, nee, jij zei samenwerking met Barry. Dus toen dacht ik, bedoel je nou dat je rival Barry hebt genoemd? Nee. Dan is het geen samenwerking meer. Heb je, weet ik het wel. Nou, sorry. Jij doet niet luisteren. Go, Oshawarding. Vecht die Munchlax. Bevecht die Munchlax is het. Maar... Doe dat maar dus, ja. Looking, probering. Vecht jij ook al de Munchlax? Nee joh, ik ben daar nog lang niet in. Munch, relax, don't do it. Na. Ik weet niet hoe dat liedje verder gaat. Nou, dat is mooi. Dat hoeven we ook niet meer te horen. Kabooming! Hatering. Oh, dat ik ga dood. Zeggen, ja, we hadden gelukkig de vorige aflevering afgesproken dat het niet uitmaakt. Ja, blijkbaar. Maakt A request for me. Hier, ja, je bent al wel, joh. Bijna. Niet. Dit heb je, alles wat ik nu aan het doen ben, heb je vorige aflevering nog gedaan. A request for me, zo heet mijn dus ook. Dat klopt, maar die heb ik nu pas geunlocked. Die had ik echt... Daar loop ik echt net naartoe, hè, dat weet je. Ja, dat weet ik, maar alles wat ik op dit moment aan het doen ben, heb jij vorige aflevering gedaan. Oké. Okay. Ik heb namelijk... Echt 5 minuten voordat de call begon, heb ik nog gekeken wat we de laatste aflevering hadden gedaan. Ja. Toen werd jij, net als ik nu, door Volvo laten schrikken. Volvo laten schrikken? Hij zegt heel hard boe. Toen zei hij nog van... Je bent Volvo nog wel... Volvo laten schrikken. Ja, oké, sorry. Ik ben minder ver dan dat ik dacht. Zie je? Het wordt nu alweer... Nee, sorry. Maar ik dacht dat die van mij ook request from dingen heten. Even kijken. Ai. Weasel, little weasel? Nee. Hoezo kan ik die? Oh, ik heb geen big weasel. Je moet een big boy weasel hebben. Oké, dus dan... Hoe ver ben ik? Oh, ik moet ook echt wennen aan de controlling. Ja, dat herken ik. Ik heb nog geen eens een cricketotting. Cricketotting? Nee. Ik wou de complete dingetje ding laten zien, maar... Moet ik wel een cricketotting hebben. En daar heb ik niet. Nee. Ik heb er nou al zin in dat ik... Die gas krijg waar je op kan rijden. Die word hier. Ja, snap ik. Ik ook. In deze game zijn de battles voor mijn gevoel ook echt veel moeilijker.
Ja, kan. Dat weet ik niet of dat zo is. Nou. Nee, maar dat had ik in de eerste playthrough al. Dat als je dan een level 20 met een level 60 verslaat, dat die je gewoon decent damage doet in plaats van echt 1 HP, wat in normale Pokémon games zou gebeuren. Voor mijn gevoel. Oké. Ik snap wat je bedoelde, Ink. Een Galaxy Membrane! Oh, een ga... Wow. Oh, ik kan... Ik, mag ik wel oversteken? Ja, ik mag wel oversteken. Ga dat eens kijken. Tot in Nightfall. Wow, we zijn nu al verder dan Nando in de eerste 100 uur hè, dat hij speelde. Wow, dat is wel knap. Nou, ik nog niet, want ik heb hem mee dus nog niet verslagen. Of hoe heet die guy? Ik zie zo mijn slechting. Alleen, ik denk ook niet dat ik haar kan verslaan, want mijn Eevee is level 6. Als mijn level 10 order shit niet kan, dan kan die van jou het misschien ook niet. Ja, dat denk ik ook niet. Bidoof running away, hoe moet ik dan training? Dat weet ik niet. Oh, oké. Maar, Sander, ik ben ook geen Slimpy. Nou, dat zou ik niet zeggen. Bidoof doet roll. Oh, ik word een partijtje ingemaakt, daar word je bang van. Buff ja. Munchlax. Ik heb zoveel zin in over een maandje. Ik ook. Ik zeg expres tje, want we zijn verder de 18e al voorbij. Wacht, hij komt 18 uit, toch? Ja. Ja, natuurlijk. Dat wist ik. Als een... Wacht, waar gaat dit over? Dat wist ik, zei ik. En dan... Als een Slimpy? Fistic, jammer. Leuk geprobeerd, maar... Als een fistic? Dat wist ik, als een fistic, want dat rijmt. Jeetje, Mina. Mina Ing, hè? Mina Ing, ja, dat is Engels. Dat wil ik zeggen. Dat is wel lief. Niet juist een Engels Ing mastering. Wacht. Oh nee, Drifloon is ghost. Ik mag geen ghost. Nee, je bent niet zo geestig. Dus wacht, mag ik mag ghost. Psychic Poison... Wacht eens even, mag ik dan... Is Dustox poison? Ja, volgens mij wel. Ja, bug poison. Dan mag ik gewoon zo'n Dusting Toxing. Dat klopt. Toxing in Dust. Ja. Wat een banger was dat. Echt, dat is de beste TikTok in de hele wereld. Voor de mensen die de TikTok niet kennen... Wat doe je met je leven? Ik snap jou niet. Maar oké. Okay. Weet je, verder accepteer ik je niet. Zoals je bent. Oh. Toch niet. Toch niet. Oh nee, toch niet. Items? Poosje? Oh ja, dat had ik ook kunnen doen bij die munchlaxing. Heb jij die munchlaxing al verslagen? Nee, want ik heb een, wat ik al zei, ik heb een Eevee van level weinig. Ik dacht dat al, maar... I want Eevee van level knowing weinig. The Sacring. Ik denk dat ik even zo'n Wurmple... Misschien heb ik wel een Wurmple. Oh, dan moet ik straks deze Drifting Looning hebben verslagen. Even kieken. Dat was Drents en Engels. Engels, Drents. Hoe buk je ook... Oh, zo. B. Maar ik moet helemaal niet bukken, ik moet snel zijn. Ken je dat snel zijn? Nee, dat ken ik niet. Ik ben geen snel... Oh, dat is wel leuk, maar... wat zei je? Ik ben geen... Geen snelpie. Oh, ik geen snelpie, nee. Jij bent niet de quickster. Nee, ik ben niet de quickster, nee. Weet je van wat het is? Nee, maar dat maakt niet uit. Ik zie nog een Eevee. This guy. He doesn't know... Dat is van die aflevering van SpongeBob, dat SpongeBob de quickster is. Ja, ja. En dan is SpongeBob zo'n superhelding. Mag ik alle Wurmples meenemen totdat ik, zeg maar, eentje weet... Mag ik ze allemaal meenemen, zodat als dan eentje even kan evalueren... Voor mij wel. En per ongeluk in een Silcoon... Oké, top. Thanks. Ik ben zo'n leaving. Ik ben altijd zo'n leaving, Sander. Dat is worrying, maar ik wou het nog even benadrukken. Sorry. Ja, dat is wel fijn dat je even sorry zegt.
voor deze smeerpijperij. Yo, Bidoof en awareness, ing? Dat vind ik wel heftig, ing. Oh, ik had moeten healing. Dat is Engels voor healen. Oh. Fijn dat je dat er even bij zegt. Ja. Maar hadden we anders nooit achtergekomen. Ik wil eventjes jouw mening dan over de Amerikaanse Why is the Mauling weten. Ik zeg tegen iedereen wie ik het tip. Van het is echt de moeite waard om helemaal te kijken. Zeker omdat aflevering 1 wel echt het slechtste is van alle afleveringen, zeg maar. Ja. Want bij aflevering 1 had ik heel erg het gevoel... Daarom had ik aflevering 2 er ook meteen achteraan gekeken. Bij aflevering 1 had ik echt het gevoel van... dit is een beetje zo Temptation Island-achtig, weet je wel. Heel erg reality-achtig. Ja. Maar dat is, ja, dat is het eigenlijk helemaal niet. Na aflevering 1 wordt het echt wel leuk. Zit er echt leuke opdrachten bij. Op een gegeven moment wordt het wel allemaal copies van... van Vlaamse en Nederlandse opdrachten, maar dat hoeft het niet per se slechter te maken. Dat had ik wel gehoord, dat er één opdracht was met een bom die ze in Vlaanderen ook gedaan hadden. Klopt, maar het is exact echt... exact kopie was, maar... Het is echt elke opdracht, zeg maar. Ik denk dat van de, wat zullen ze doen, 15 opdrachten, zeg maar, dat er 10 echt copy-paste zijn. Maar dat maakt het niet per se slechter door. Nee, op zich, weet je... als het hun testding is en ze moeten allemaal nieuwe dingen schrijven, snap ik op zich wel. Ja. Dus nee, ik vind het erg leuk. Het is wel wat vijandiger, maar dat is op zich niet heel erg. Oh, in het eerste aflevering dacht ik juist iedereen is hartstikke buddies met elkaar. Jan! Jan, you're my bro. Ja, nee, het wordt wel wat vijandiger. Het wordt wel echt wel wat vijandiger, maar dat, wat ik al zeg, het is echt wel de moeite waard. Oké, nou dat is... Aflevering 2 heeft ook echt wel een banger van een opdracht, vind ik zelf. Ken jij, waarschijnlijk ken je het niet, maar er is nu op NPO 3... The Genius. Een... Ja, je kent het wel. Ik heb alles gezien, hè. Oh, echt? Alleen nu Rick eruit is, heb ik wel veel minder zin in de volgende aflevering. Snap ik. Ik vind die Fabian ook wel heel leuk, hoor. Maar... Ja, alleen voor mijn gevoel heeft die Fabian Rick echt genaaid. Ja, dat snap ik wel. En ja, maar ik snap, dat werd niet uitgelegd waarom dat was, zeg maar. Want dat snapte ik dus helemaal niet. Ja, ik snap dat ook niet. Ik wou zeggen, snap ik, maar dat snap je misschien. Nee. Dan denk je dat ik het wel snap, terwijl ik het niet snap. Maar ik snap dat jij het snapt, zeg maar. Ja, heel duidelijk verder. Ja, nee. Maar daar doen ze dus ook alle spelletjes pakken ze van de Koreaanse. Blijkbaar. En ik ben nu wel ook redelijk benieuwd naar de Koreaanse, want ik vind het spel op zich vind ik oprecht heel leuk. Dus. Mm-hmm. Alleen, daarbij vind ik ook dat ze allemaal best wel onaardig en zo zijn tegen elkaar. Ja, snap ik, maar ja... Dat is ook wel. Maar ik weet niet, ik vind rivaliteit op zich niet zo erg. Nee, maar rivaliteit is wat anders dan gewoon een beetje zo van... Ja, echt gewoon onaardig zijn, vind ik soms. Ja. Nou, ik vond dus, spoiler voor de eerste 3 afleveringen, denk ik. Mm-hmm. Op een gegeven moment, die Thomas, die vertrouwt Rick duidelijk niet zo heel erg. Nou, dat mag, weet je, dat is een ding. Oké. Maar Fabian en Rick, die waren eigenlijk de team, zeg maar. Het team. Ja. En ik snapte dus niet waarom in de derde aflevering dat Fabian ineens bij de deathmatch, waarom toen ineens Fabian zo deze van, yo, ik ga die guy helpen die tegen jou moet. Ja, dat snapte ik ook echt of girl. Zeg, wie moest die? Roxanne, dus tegen de girl. Maar... Nou, dus dat, nou ja, dus dat vond ik een beetje stom. Hij heeft natuurlijk eigenlijk ook op hoe noem je dat? Op geluk verloren, zeg maar, hè? Ja, dat is ook. Weet je, wat het ook is, die tweede aflevering heeft hij echt zijn eigen graf gegraven. Mm-hmm. Maar hij wilde heel graag winnen en op zich, ik snap dat wel. Ik snap dat ook wel. Weet je, je wil gewoon ook één opdracht winnen. Alleen,
hij heeft toen iets te fanatiek gedaan, waardoor mensen hem eruit wilden hebben. Dat is jammer. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het jammer dat hij eruit is. Mm-hmm. Maar omdat ik die Fabian ook zelf wel leuk vind, blijf ik wel kijken en zo. En omdat ik het spel op zich trouwens ook heel leuk vind. Ja, dat vind ik ook wel leuk, ja. Ik probeer dan te kijken van had ik hier zelf ook op kunnen komen, zeg maar. Ja. Ik vind alleen, ik heb alleen dan bijvoorbeeld niks met die Nelleke is dat volgens mij. En ja. Voor de rest vind ik op zich de kandidaat ook oprecht wel leuk. Hmm. Ja, oh nee, die Roxanne heb ik ook niet zoveel mee. Maar die schaakster vind ik wel leuk. Ja, ik ook wel. Fabian. Thomas zelf vind ik ook wel leuk. Jawel, jawel. Ja. En die ene, die... Oh, wat is dat? Dat is een soort advocaatachtig iemand volgens mij. Ja. Mm-hmm. Die is wel een beetje gemeen, maar... Mm-hmm. Op zich, ja... Ik snap wat je bedoelt. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het allemaal lastig. Het is ook. Het leven is lastig, zal ik je zeggen. Mm-hmm. Ik vind het zo jammer dat hij eruit is. Ja, ik ook. Want ik denk. Ik vind het vooral jammer dat hij eruit is op iets waar hij in principe zelf niets aan kan doen. Mm-hmm. Ik denk als hij die trein had. Ja. Dat hij ik denk dat hij dan gewonnen had, namelijk. Mm-hmm. Want Rick is echt geen domme jonge man. Dat klopt. Hij is sowieso niet jong, want hij is ouder dan mij, maar dan ik. Ja, ik vond wel, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ja, weet je, wie weet, wordt het... blijft het wel gewoon leuk, zeg maar. Ja, dat hoop ik. Ach ja. We shall see, zoals sommige mensen dat zeggen. We shall seeing, dat is in het Engels. Ja, en daar ging ik voor. Ja, dat merk ik. Daar ben ik trots op. Ik moet trouwens veel weasels vangen, want ik moet zo'n big of little guy. Dat weet ik dus eventjes niet, maar... Zo'n big of little guy, dat is... Nee, een big guy volgens mij. Ja, dat dacht ik dus ook. Oké, kan ik... je kunt hem lokken met van die burying's, toch? Burying? Schijt. Ah, oh, ik heb niet geheeld. Let but. Haha, ik heb je zo'n pokeballetje gedaan. I got in a weaseling. Lekker morning. Maar ik weet dus niet of deze little is. Niet de guy. De supermarkt. Nee. Maar jij wou wat zeggen? Ik weet nog wel dat wij in het begin, toen we die game net speelden, dat het ook al een struggle was. Ja, klopt. Oh, ik word nog gekrit. Oh, dat was goede tijden. Toen zaten we gewoon naast elkaar toen we dit speelden. Dat klopt, ja. En nu gaan we straks Scarlet en Violet naast elkaar spelen. Ja, echt. Looking around. Heel ziek, Eng. Oh, gaat hij gunnen. Wat een loser. Nou, nu ben ik geheeld. Nu ga ik het nog een keer proberen. Nee, kom terug. Oh, jij gaat oprecht nog een keer voor die guy. Mm-hmm. Oh, jij bent al sneller dan ik. Ja, ik wil even die dustoxing. Dusing the talks? Ja, dusing the toxing. Ik heb ook niks van de andere challenges gedaan. Maar ik zie ook geen Cricketot. Anders had ik Cricketot geprobeerd. Een challenge, die moet namelijk ook nog. Maar ja. Als je een Hyrule hebt, ben ik weer dood en dan word ik echt boos. Oh. Oh, 1 HP. Ga je nu winnen? Ik denk het niet. Oké. Ah nee, niet keeping its guard up. Don't be keeping its guard up. Hij doet het wel, Ing. Ja, dat merk ik, Ing. Als hij nou een keertje wat anders doet dan tackle. Ja.
Keeping it guard up, running away. Tuurlijk, joh. Kan allemaal. Nou ja, blijkbaar wel. Kom op. Deze wormpel wil vechten. Ik zie het aan hem. Poison sting. Oh, ik zie het echt aan hem. Blijkbaar. Oh, hoezo ben ik wel poison, maar hij niet. Niet één. Hij is een vals speler, ring. Oh, hij is nu ook poisoning. Ben ik nu ook zo'n vals speler? Ja. En ik heb hem gedood. Kom, blijf leven. Ja. Ik heb zo'n munchlaxing verslaging. Dan meen je, je loopt voor. Kabooming. Heb ik revive? Ik heb geen revive. Dat is fijn. Nee, top. Nu level ik Ordishing op. Maar ja. Dat is op zich niet per se erg. Ik heb zo'n vivetje ook gevonden. Maar ik had liever niet. Je loopt ook zo traag in deze game. Je kan running. Ja, ik weet even niet meer hoe. Je beweegknop indrukken. Oh. Ja, ik heb toch liever zo'n Scoutland. Ja. Nou, ik denk niet de Scoutland, maar een Weirdeer, denk ik. Die. Ook goed. Neem ik ook genoeg mee. Nou, dat is je graai. Craft. Oké. Okay. Huh? Ja, top. Nou, gaan wij het ook maar proberen. Oh, is dat ik die Ordish... Of, Ordish. Ja, een Ordish, tuurlijk, joh. Wauw. Dus wanneer is een Weedle een Ordish? Geen idee. Rustig in blijving. Nou, nee. Nou, nee. Oeh. She's fur bagging. Trees that bear berries. Oh, God Starly in the unawaring nesting. Hoe hoog was je level, Eevee? Hoe hoog level was je, Eevee? Level 8 toen ik hem versloeg. Holy damn. En ik kon met level 10 niet verslaan. En nu voel ik me een loser in. Word wakker, ring. Door een Drifloon word ik ook echt in mijn kontje genomen. En we hebben het vandaag al besproken dat ik dat niet fijn vind. Ja. Maar ik dacht, je wordt sowieso nooit van achter genomen. Maar... Wel door Geodudes. Blijkbaar. Oh, en blijkbaar ook door Zubats. Oké, ik ga gewoon voor de... Oh, ja. Poison Hex. I do. Ja, ik weet dat je partner is een munchlax, maar ik wil door met mijn leven, alsjeblieft. Met je leven, alsjeblieft. Sander, ik heb zo'n tweede Pokémon. Oh, nu pas. Nee, sorry. Wow, nee, welke heb je? Welke heb je? Nee, nu zeg ik het ook niet meer. Strong styling moving. Keskoen is doding. Move master. Aqua Jet dan maar. Ik denk dat het haast gunstig is. Hierboven niet zo'n camp. Ik hoop het wel. Want ik ben klaar met Zubats. Stuffings. Wanneer kan... Oh, ik mag nu twee keer. Dat is mooi. Wat? Je kan toch op een gegeven moment ook fast travelen? Wanneer kan dat? Weet ik niet precies. Hmm.
Okay, Munchlax, de feeding. Oh, ik had even... Ik had mijn Casco moeten healen, want dan had hij ook XP gehad. En dan had ik nu een Dusting Toxin gehad. Dat zou fijn zijn. Ja, maar nu dus niet. Yo, van die Vivid Chokes? Vivid Choke Me. Daddy, ja. Ja, dat maakt jij ervan. Dat maak ik er dan weer van. Vivid Machoke. Yo, kunnen jullie ophouden met praten? Echt, Pokémon dacht echt na... ik weet niet precies welke game. Maar dachten ze echt... Yo, laten we allemaal gepraat erin doen. Ja, vanaf Sun and Moon was dat volgens mij. Nee, vanaf Omega Ruby. Er zit ook echt ding veel gepraat. Oh, ik ben gewoon gehield. Nee, verkeerde knop. Yo, ik ben wel gehield. Ik word moe van deze game. Waarom kan ik hem niet moven? Oh, zo. Hier. Had ik al gezegd? Wat zeg je? Oh, I guess. Ik moet tegen zo'n Crick Tuning. Alpha Cricketuning. Oh, hij doet Strong Style Absorb. Ja, daar kan mijn Judo niet tegen. Hij one-hit KO'd mijn Judo. Dit is pijnlijk. Is that without getting spotted? Ik hoop het wel. Oh, als jullie gemauw horen, is mijn kat. Dat is je karing. Vind ik wel kattig van hem. Ja, you do be cutting. Running is not an option. Ik word hier genaaid. Wat is een kat? Ja. Ik ben even aan het gaming. Jezus. SB toevallig? Jezus SB? Nee, dat... Nee, joh, je bent echt ik ken wel Jezus leeft, maar... Je bent zo'n dompie. Jezus SB? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10-11. Oh joh. Oh joh, ik ben zo'n speeding runnering. Gewoon. Leugenings. Je moet al die sidequests ook, hè? Wat? Je moet al die sidequests. Alle quests tot Volo. Ja, ja. Ja, maar including sidequests, toch? Dat zijn toch quests? Ja, ja, ja. Oké, okay, nee. Ik wou het alleen helemaal ultra zekering weten. Met zijn dompie. Nee, ik dacht wel dat we dat ja, hadden afgesproken, maar... Nou... Je dacht, dat is, dan gaat het fout. Oh, je denkt, je moet niet denken. Nou, inderdaad, Ing. Zou je moeder gisteravond ook... Oh, wat, inderdaad? Je bent zo grappig. Ah, dat zei ze niet, dat weet ik niet eigenlijk. Wat verwacht je? Waarom is het niveau zo hard gedaald eigenlijk? Omdat jij in deze video zit? Oh. Dat is niet aardig, Ing. Dat is zeker niet aardig en nu moet ik huilen. Nee, janken dan, bitch. Dat zeg je wel eens vaker. Dat klopt, ja. Niet lief. Dat ben ik ook niet. Wat was die andere mission, Ing? Springy Mushroom, weet ik het. Ik weet niet waar dat is. Oh, ik moet niet alles hardop zeggen, want dan weet hij ook niet. Ik speel gelukkig niet dezelfde game als jij. Oh, echt? Ik speel Legend Celebi, speel ik. Oh. Nou, die heb ik nog niet. Ik zat er wel aan te denken om die ook te kopen, maar ik dacht, nee, is voor losers. Wow. Wat een haat. Nou, ik wist niet dat jij hem had. Maar toen ik dacht om hem te kopen, toen dacht ik, oh nee, dat is wel voor losers. En nu weet ik van niet. Maar ja, dat wist ik toen nog niet. Je kan het allemaal wel mooi vertellen, hè? Nou, ik vertel het ook mooi, dus dat is klopt. Dat is klopt. Dat
Dat is klopt. Dat is, ja, mijn Nederlands is niet zo goed, maar hè, daarvoor doe ik ook de Engels opleiding. Mm-hmm. Ing. Oh, opleiding, dat is zo'n Engels leenwoord, joh. Dat vind je fijn, hè? Oh, die gaat er snel vandoor. Die heeft er geen zin in. Wat wil deze guy, meneer? Dat wist ik niet. Milan, wat wil deze guy, meneer? Dat zeg ik niet. Oké. Okay. Dat is een geheimpie. Dit was zonde van de tijding. Ja, dat herken ik, zonde van Björning. Ik wil zo graag een weird... Wacht, zullen we de aflevering beëindigen trouwens? Nou... Zullen we dat? Nou, kunnen we wel doen eigenlijk. Nu iets zo zegt, kunnen we dat eventueel mogelijk wel doen. Oké, we gaan het doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? En doe een duimpje omhoog. Misschien gaan we de volgende keer weer. Adios, amigos. Amigos.